Er is alweer heel wat commotie geweest rond de dodenherdenking. Een 15-jarige jongen mag zijn gedicht over zijn oud-oom niet meer voorlezen en moeten Duitse soldaten nu wel of niet herdacht worden? Ik denk dat we alle doden moeten herdenken die zonder hun eigen schuld bijna gedwongen worden om te vechten voor een reden die ze zelf niet eens begrijpen. Ook als het Duitse soldaten zijn geweest? Ook als het Duitse soldaten zijn geweest. Want ik denk dat er heel wat Duitse soldaten geweest zijn die gewoon moesten. Nou, de Duitse soldaten hoeven voor mij niet herdacht te worden. En waarom niet? Nou, die hebben ons leed genoeg gebracht. Ja, ik vind het wel inderdaad een morele discussie of je dat dan openbaar moet doen met ook bij Duitsers, omdat het zo gevoelig ligt voor heel veel mensen. Aan de andere kant is juist 5 mei gaat ook om vergeving en 4 mei. Ik vind, er zijn even goed veel slachtoffers gevallen, dus die moeten ook herdacht worden, dus ja. Ik vind dat het in principe beperkt moet blijven tot Nederland. In die zin, het is nog te vroeg. Laten we zeggen, de tijd terug naar de oorlog toe is nog te dichtbij om te zeggen van ja, de Duitsers betrekken we er actief bij. Het is moeilijk om haat zo ver over generaties over te dragen. Het is verkeerd, denk ik.